Helene Krulemüller had een droom. Een museumhuis oprichten, midden in de natuur, waar ze haar liefde voor kunst met iedereen kon delen. En het is haar gelukt. Aanschouw hier het prachtige Krulemüller Museum. Maar, voordat je naar binnen gaat om de indrukwekkende kunstcollectie te bewonderen, is de architectuur van het gebouw iets waar je letterlijk even bij stil moet staan. Dit is het oudste deel van het gebouw, uit 1938 en ontworpen door Henry van der Velde. En het kenmerkt zich door de gesloten, gemetselde muren. Zo was er veel ruimte om kunst op te hangen en een ander kenmerkend element is het natuurlijke bovenlicht. In 1961 wordt de beeldentuin aan het museum toegevoegd. En wat bijzonder is, is dat natuur en beelden gelijkwaardig worden behandeld. Een uniek idee voor die tijd. In de beeldentuin staat sinds 1964 het beroemde Rietveld-paviljoen. Ontworpen door Gerrit Rietveld. In de jaren 70 wordt dit deel van de Nederlandse architect Wim Quist erbij gebouwd. Transparant gebouw met gangen die leiden naar tentoonstellingszalen met wanden van glas. Wil je zelf langs op deze indrukwekkende plek, ga dan langs bij het Krulemüller Museum op de Veluwe.